Hebben jullie het gezien? In de Tweede Kamer, heb je het gezien? Kakelende Kaag. Och, mensen. Nou, en anders moet je als een speer gaan zoeken online, weet ik veel, een fragment vind je zo terug. Want het is een of andere meneer van de PVV, ene meneer Van Dijk, ja. En meneer Van Dijk die stelt vragen aan de kakelende. Ja, en hij zegt tegen de kakelende, hij zegt, luister even goed, er zijn bijna geen kantoren meer van een bank. Die worden allemaal gesloten. Alles wordt digitaal en mensen worden daar nerveus van. Mensen willen ook gewoon nog naar een kantoor kunnen gaan om cashgeld op te halen. En willen niet alleen maar behoorlijke bedragen uit van die geldmachientjes halen. Nou, en wat bleek? De afgelopen 10 of 20 jaar zijn er duizenden van die filiale kantoren van banken die zijn gesloten. Dus dat was zijn vraag aan haar. Wat is er de afgelopen 10, 20 jaar gebeurd? En dan komt die Kaag en die gaat dan, vrienden, nou, werkelijk, de arrogantie voorbij. Het is niet eens stuitend meer. Het is werkelijk walgelijk gewoon. Zoals zij die man antwoord geeft. Zoek het fragment op, want het is ongelooflijk wat je ziet hoor. Want zij zegt dan tegen die Van Dijk, zegt ze, ja, de afgelopen 20 jaar ben ik bezig geweest met het opruimen van chemische wapens in Syrië. Zij is daarmee mee bezig geweest met het opruimen van de chemische wapens. Hoe vind je hem? Ja, en ik ben ook bezig geweest met het oplossen van de oorlog tussen Libanon en Israël. Oh, daar is ze ook even mee bezig geweest, mevrouw de kakelende. Nou zeg, en dat krijgt die man dan als antwoord, dat vroeg hij niet. Hij vroeg niet naar jou, gewijsneus, en van kijk mij eens even wat ik allemaal gedaan heb in het verleden. En trouwens, dat heb je helemaal niet gedaan. Je hebt daar een beetje mee mogen wauwelen en verder niks. En dan gaan ze daar een beetje uit de hoogte zitten doen. Zo van, jij meneer Van Dijk, jij bent bezig met kantoortjes van de banken. Maar ik was met de grote wereldproblemen was ik bezig. Dat is wat de kakelende daar even wil vertellen. Nou vrienden. Het komt eraan, hè? Half maart, de verkiezingen. Nou, ik bedoel, een kakelende, hè? Ja, zo. Die moet je meestal de nek omdraaien, hè? Zo, wak! Dat doe je met een kakelende. Maar deze kakelende, die draait de eigen nek om. Hey, dat is makkelijk. Ja, D66. Veel plezier straks met de verkiezingen.